Een voetbalteam uit Malde gaat binnenkort naar Liverpool. Hier nemen zij deel aan een toernooi voor wandelvoetbal. Het wandelvoetbalteam van SV Juliana 31 in Malde gaat van 7 tot en met 9 december naar Liverpool. Hier nemen ze deel aan de walking voetbaltoernooi van Brunswick Old Boys. De trainingen van de All-Stars beginnen altijd gezellig met een bakje koffie en eindigen met een derde helft. Wandelvoetbal is voetbal voor mannen en vrouwen die wat ouder zijn. En die toch heel graag willen sporten en heel graag willen voetballen. Waarbij we de regels eigenlijk aangepast hebben, simpelweg om dat mogelijk te maken. En in ons geval zijn de omstandigheden eenmaal zo dat het lichaam niet helemaal meer wil wat wij in ons bolletje willen. En dus passen we de regels aan. Dus dat betekent geen slidings, geen harde overtredingen. Het tempo ligt wat lager, je houdt meer rekening met elkaar. Als er iemand op de grond ligt, dan stop je het spel gewoon omdat we zeker willen weten dat die persoon niks ernstigs heeft. Het Old Stars team is in 2018 opgericht en speelt regelmatig wedstrijden in binnen- en buitenland. Zo ook in Liverpool. Liverpool is een voetbalstad bij uitstek. En we hebben vrij veel contacten opgebouwd in de loop der jaren. Zowel in Nederland als in het buitenland. En daar maken we dan ook handig gebruik van. Dat betekent een driedaagse trip met 9 man in een busje. Het wordt een roadtrip. Dus ja, je begrijpt, dat is behalve voetballen een en al lol en plezier met z'n negenen. Dat kan niet anders. Liverpool is een stad die niet alleen bekend staat om voetbal. Het team heeft daarom nog veel meer leuke activiteiten op de planning staan. Voor onze generatie zijn de Beatles natuurlijk fameus, dus we moeten naar de Cavern Club. We moeten een aantal Beatles stekken gaan bezoeken. We moeten naar Liverpool, naar de voetbalclub. We moeten naar Anfield. We moeten dan ook naar Everton. Een van onze tegenstanders, dat zijn hardcore Everton-fans. Dus ja, die hadden zoiets van, wat gaan jullie bij Liverpool doen? Hoezo kom je niet naar ons toe? En wij zijn er net zo leuk, et cetera. Dus ook daar gaan we naartoe. Kortom, die 3 dagen die zijn om voor je het weet. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ingevuld. Ja. Het team maakt zeker een goede kans. Maar winnen is niet het enige doel van dit weekend. De verwachtingen zijn eigenlijk wel hoog gespannen. We hebben een goed team. Maar we weten ook dat de Engelsen, die zijn alleraardigst in en om het veld. Zodra ze op het veld staan, dan willen ze net als wij gewoon winnen. Dus we gaan het zien. We gaan ons beste beentje voorzetten om de eer van Juliana en de eer van Nederland hoog te houden. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon dat we vooral gaan om plezier te hebben en om lol te hebben. En uiteindelijk is dan het resultaat niet zo heel erg belangrijk. Het aantal gezinnen met kinderen in de regio dat leeft van een bijstandsuitkering is in 2022 licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de gemeente Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen daalde het aantal bijstandsgezinnen. In Bergendal nam het aantal juist toe. Ondanks een daling van ruim 5% is in Nijmegen nog altijd 6,2% van de totaal afhankelijk van bijstand. Daarmee telt de gemeente met afstand de meeste bijstandsgezinnen in de regio. De gemeente Nijmegen heeft aangekondigd dat de stap-op-stap-afbusje, de Stadshopper, een andere en snellere route zal volgen. De aanpassing is een reactie op de regelmatige vertragingen die het busje ondervond in de spitsuren, voornamelijk op de Oranjesingel en het Keizer Karelplein. De nieuwe route loopt via de Van Welderenstraat, de beloofde efficiëntie te verbeteren met een maximale wachttijd van slechts 10 minuten voor de reizigers. Deze service is momenteel in een proefperiode die loopt tot en met 31 maart. Vol verwachting klopt ons hart. Ook dat van de kinderen van basisschool De Wingerd in Bergharen. Sinterklaas en Piet brengen daar vandaag een bezoek. En de dorpssint heeft elk jaar een bijzonder vervoersmiddel. Hij kwam al eens op een kameel, maar dit keer draait het allemaal om snelheid. En daar zorgde Piet wel voor. De Sinterklaas is aangekomen. Ja, en met de Lamborghini. Van adres naar adres. Misschien vinden jullie het leuk om eens eventjes te horen hoe dit in het echt klinkt. Komt-ie. We drukken op de knop. We wachten even. Wat je van de aankomst van Sinterklaas? Niet zo leuk. Waarom niet?
Maar Lamborghini vind ik wel leuk. Leuk, heel leuk. Wat vind je vooral leuk? De pieten. En Sinterklaas. En wat wensen jullie? Een heel leuk cadeautje. Een heel leuk cadeautje. Gewoon een PlayStation 5. Het heerlijk avondje is gekomen en in de komende uren zullen de laatste buien het land uitstromen. Het koelt af tot het vriespunt, dus krijgen we een koude nacht, maar dat hadden we ook al verwacht. De woensdag start lokaal met kans op een bui en wat kou. De rest van de dag blijft het droog en verloopt nogal grauw. Niet zo'n hele mooie dag dus. Het staat buiten kijf, de temperaturen komen uit op een graad of 5. De dagen erna regent het niet fix, maar in combinatie met wat zon vormt dit voor een afwisselende mix. Ook wordt het wat minder guur bij een duidelijke oplopende temperatuur. Voorlopig even geen nachtvorst en ook overdag wordt het warmer. Al zeg ik het zelf, in het weekend loopt het kwik op tot een graad of 11. Tot zover het regionieuws van dinsdag 5 december op RN7. Morgenavond zijn we weer terug, zo is het streven. Volg ons ook even op sociale media, dan is de cirkel weer rond. Wat rest is mijn wens voor een fijne pakjesavond.